Ik was in Octagon en Milan ook. En die Milan die loopt me achterna. Dus ik denk, nee, hij is de killer. Wat een rare situatie, hè. Ik heb Aaron gevonden bij Navigation. En het enige wat weet is dat Bushka nog in admin was. En dan kan volgens mij Milan ook. Ja, ik ben er ook geweest. En Celine en Steve heb ik daar ook gezien. Ja. En ik weet dat ik Munbal wel heb achtergelaten bij O2, bij de garbage disposal. En toen dacht ik wel van, kan je die in de O2 zeg maar als eerst doen? Want hij liep daar wel als eerst naartoe, zeg maar. Of is dat, want bij mij was dat de tweede, zeg maar. De tweede garbage disposal. Maar dat weet ik niet. Dat kan je als eerst naartoe, okay. Ja. Kan ook de eerste zijn. Oké, okay, ja, dat was mijn vraag, hè. Dat is, de eerste zijn in Stobber en de O2. De tweede is altijd, nee, de eerste is een cafeteria, ja, dat doe. Ik heb ook een vraag. Als je op dat chatberichtje-icoon drukt en je drukt vervolgens op dat voetje, dan kan ik een naam kiezen. En dan dan kan je, als twee mensen voten op dezelfde naam, dan gaat die uit het spel, uit de lobby. Oh. Echt? Ja. Oh, dus ik zit al heel op naam te drukken en ik denk van, dan kan ik het zo'n privé zetten. Ja, ik weet niet wie het is, maar ik weet zeker dat Steve het niet is. Want die was de hele tijd bij mij. Nee, dus maar ik vorige keer ook al met Celine te chatten, maar dat werkt allemaal niet. Dus je kan niet met iemand chatten via daar. Alleen als nu je, als je dood bent en nu, zeg maar. Ja, dat. Oh. Ik heb geen privébericht, dat bedoelt. Nee, privébericht kan niet, nee. Skippen dus? Ja, we hebben nu altijd. Maar we houden Puntbal in onze achterhoofd, toch? Ja. Ja. En natuurlijk Sponge en Milan. Tuurlijk. Hoezo nou ik? Ik was gewoon in admin. Ik ben Celine. Nee, Steve kan. Ja, die moet je altijd. Nee, niet het bordje. Ik was de hele tijd bij Steve. Is in admin switching geweest, dat klopt. Weer in één keer. Het is echt een feest. Huh? Die heb ik net toch gedaan. Wat? Electrical. Ik zag me, ik ben dood. Ja, zie je, ik had gelijk. Ik had gelijk. Baboes, ja. Yeah. Milan is dood in electrical. Wow, shocker. Volgens mij heb ik echt alleen Saskia verder niet gezien toen de alarmen afgingen. Oh, mijn broer belt. Ik moet heel even opnemen. Ja! Oh ja, natuurlijk. Het is gebeurd. Ja, hoor. Maar de rest dan. Ik kan het doen als ik in poster ben. Ga ik gewoon even mijn broer appen. Hé, kun je me bellen? Toevallig. Even. Ja. Kijk, Celine, mij werkt het dus niet zo makkelijk. Hm? Bij jou en mij werkt dat niet zo makkelijk. Nee. Morris, bel me even. Nee, ik heb alleen Steven. Voordat we van het onderwerp afgaan. Ja. Amon. Ik heb alleen Steven Milan gezien in een storage in die buurt voordat het alarm afging. Jij en Milan waren toch een admin? Heel veel mensen zien lopen naar. Ja, wij waren samen naar admin. Ik liep als enige met Celine naar. Ja. Want dan is dit echt heel vers, want wij hadden inderdaad, Milan en ik gingen samen de O2 checken. Hij had er één gefixt. Nee, hij ging achter me aan. Ja. Maar jullie hadden de bovenste ook al gefixt. Ja. Toen ging hij naar boven en ik ging naar Navigation. Ik heb alleen Sas dus niet gezien, dus ik. Ik was ook. Ik wacht, sorry, ik ben er weer. Ja. Sas. Ik had als eerste O2 die ging af. Die heb ik toen gefixt. Stond ik in de cafeteria eerst een rondje te rennen, want ik snapte even de weg niet. En die heb ik gefixt. En daarna ben ik naar boven gelopen naar die draadjes bij Navigation. Daar stond Babushka. Mhm. En dat klopt. Toen moest ik daar nog zo naar dat puntje op het dingetje. Hoe heet dat? En toen werd het body gereport. Wow! Vuile vlekkers. Wie? Ja! Dat is dus die anonymous foto. Ik weet het niet. Ik was nog niet klaar. Er was nog weiers aan dit fixje. Zoiets. Oké.
Ik denk dat we gaan winnen überhaupt gewoon. Omdat er niet zoveel mensen gekild worden. Hé, daar ligt mijn doggo nog. Oh, hier heb je hem. Even kijken of ik nog wat gaat uithalen. Oh. Ah, ja, nee. Hier. Oké, okay. Nee, ja. Doodsteef. Oeh. Doodzand. Oh. Wat ben je aan het doen, Munt? Wie waren het? Ik niet! Sander en Munt. Ik dacht al. Sas. Echt die laatste zin die ik zei, toen dacht ik, oh, je kunt echt heel goed horen. Ja. Ja, ik was best wel in paniek, want Steefje en nog iemand anders die zaten me steeds te spieken, zeg maar. Dus ja, cool. Celine en ik. Ja. 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 Ja, ik was ook. Oh, kutzak. Oh, weer in één keer. Wat een dag. Waar? Navigation. Haha, oh, lekker voor je. Ik zag Muntbal net tegenkomen toen ik bij O2 liep. Fuck jou, Stephanie. Lekker dat je wat een ding. Ik liep omhoog en ik liep toen terug. En ik ben navigation gaan uitkomen gevonden. En ik zag iemand inderdaad in de gang lopen. Ja, en dat was Muntbal, want ik was net onderweg naar navigation. Maar ik was ondertussen was ik bezig met die androids. Toen ging die oxygen af. Toen ging ik daar naartoe. Dat was echt toen al was heel lang geleden. Ik heb wat test gedaan bij Edwin in de buurt. En toen ben ik daarna teruggekomen. En toen werd er gerapporteerd, zeg maar. Maar ik vind, volgens mij is hij iets zus. Ik heb hem wel wat zien doen. Ja, ik heb iemand in de gang zien lopen. Wat hij zegt over Edwin, daar heeft hij wel gelijk. En daar is hij wel op die manier geweest. Ja, maar daar zijn we echt met z'n allen geweest. Ja, dat klopt. Maar ik liep wel met hem mee vanuit hoe hij het zei, zeg maar. Het kan ook zelfgeboren zijn, hè? Dat kan. Het kan best zijn dat ze in de avond gewoon even een probleem hebben in de relatie. En ze denken, wat? Ik bedoel, ik vind Celine best wel zus. Jij vindt mij altijd zus. Jij bent best wel zus. Iedereen vindt Celine altijd zus. Ja, ja. Sander, je vindt mij zus terwijl je de hele tijd bij me was. Ah, we zullen zien. Wat iedereen denkt. Zo! Oké, succes! Ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop echt dat het goed gaat. Oh, upper engine. En lower engine. Even checken. Bodies? Nee. Een muntbal bij een fuel. En bij security nog een dingetje. En dan zijn we weer helemaal ready. Ik heb geel dood zien liggen daar zo bij storage. Nou, het is niet Celine. Nee, volgens mij is het ook niet Babushka, want die staat bij security. Ja, Babushka is het zeker niet, want die hebben, daar heb ik de hele tijd samen mee... Ja, Milan, waar ben jij? Ik sta security. In Babushka, hoe heet het, security. Wow, ik heb echt niemand zien lopen, zeg maar, dus ik weet echt niet. Ik denk nog steeds dat het Muntbal is gebaseerd op de eerste ronde, maar ik weet niet wat jullie denken. Ik vind Milan ook wel een beetje sas. Ik, ben nou, ik sta de hele tijd daar bij security. Hij heeft heel lang blijven staan. Security, want die heeft mij in navigations kunnen zien. Ja, ik. Niet navigation. Je was in admin, toch? Eerst? Nee, hoe heet het? Sander is in navigation gelopen. Nee. Okay, ja. Daar eindigde die toen er werd gereport. Vlak voordat deze report kwam, was ik in navigation. Klopt.
100% waar. Ja, oké. Okay. Net zeggen van... dit keer niet hetzelfde als de vorige keer dat ik denk dat ik... Nee, klopt het. Dus Muntbal en Steve? Nee. Ik denk Milan. Nou, sowieso Muntbal. Steve weet ik niet. Nee, die was er uitgevoot. Ik dacht dat ze dood was gemaakt. Oh. Waarom zitten er twee mensen op mij? Weird. Nee, moet je eens kus spelen. Ik denk echt dat Muntbal is. Dan is het Steve. Nee, Milan. Echt Milan. Ik kan niet zijn naam helemaal zeggen. Het is Milan! Dus het is Stephanie? Ja, het is Steve. Jongens, ik ben klaar voor mijn tasks. Milan die drukt hier alleen maar op omdat hij mij weg wil hebben, omdat ik hem zus... Oké, okay, als Steve het niet is, is het Babushka. Nee, Babushka kan het ook niet zijn. Dus het is gewoon Steve. Ik weet bijna niet. Tenzij jij slim aan het spelen bent en mij niet hebt gekilled expres voor deze... Ja, maar zou ik daar dan de hele tijd blijven staan terwijl ik van iemand kan killen? Nee. Sorry, Stephanie. Het is echt Sander, we geloven niet. Ja, ik heb echt heel lang bij mij gestaan. Gewoon lang genoeg voor de kill gedaan. Babushka, alsjeblieft stem op Milan hierna. Want het is yes. Ik neem aan dat het Steve is. Nee. Nee? Is het Milan? Nee, ik ben het. Ik zweer het, ik ben het niet. Als het Milan is. Nee, kut. Wie is het nou? Kut. Moet ik nu huilen, jongens? Moet ik huilen? Ja. Ik zweer het, ik ben het echt niet. Oh, mijn brein. Ik durf niet. Ik durf het echt niet. Wat gebeurt er allemaal? Ik drukte op de knop. Oh, we zijn midden in een potje, Luc. En Milan deed niks. Shut up. Hey, ik heb hem gefixt, hè? Jij niet, Slim Kees. Oké, het is Sander. Ah! Nee, ik wil niet kiezen. Oh, ja. Het is Sander. Ik had jou echt kunnen killen. Ik had echt niet zoveel tijd doorgebracht in security dan. Ik wou net zeggen. Als Babushka het nou is, word ik echt heel boos, hè. Dan gaan we dingen gooien. Ja, ik denk niet zo. Gelukkig maar, jezus. Ik kan mij niks hebben gedaan. Ik was te snel met de sabotage, denk ik, want ik kon nog niet killen. Ja. Het was wel Celine. Ik had ook een whisky. Ja, Luc er niet bij. Gedaan. Ik zit erbij. Oh, hey, Luc. Lucky. Hey, goedenavond. Oh ja, daar loopt hij. Ja. Daar loopt hij. Het is Luc. Wat? Het is Luc. Nee, ik was een lekker Flight Simulator aan het spelen. Jezus, het is toch veel gezelliger, Luc. Wat? Het is toch veel gezelliger. Klopt, maar ik moet ook altijd een vlucht afmaken. Hé, hey, als die mensen nou zijn kop serieus Flight Simulator aan het spelen. Wat, dat is echt mooi hoor. Ja, geweldig. Ik kan nou gewoon een Airbus, kan gewoon compleet opstarten. Ja. Yeah. En vervolgens gewoon Manhattan in een gebouw vliegen. Uh-oh. The FBI is watching you. Nou, iemand was niet mee eens dat Flight Simulator een mooi spelletje was. Anders kan het niet goed zijn. Ja, ik heb het eigenlijk afgemaakt door de bron. Oh. Ja, mooi hè, mooi begin. Huh? Wie, waar? Luc gevonden in, wat is dat, waar je zo de comms fixt? Daar. Communications. Daar, ja. Oh wauw, dat was heel lang geleden. Oh, wow. Ja, daar lag hij. Yeah. Ik heb ook niks, niemand gezien. Luc, reageer op de chat. Oh, oh.
Ja, wie heb... Nee, we stonden met z'n allen in de reactor, zover ja, ik weet. Milan, waarom fixte jij de reactor niet, trouwens? Hij was Simon 6 aan het doen. Ik was Simon 6 aan het doen, en dat deed ik fucking lang over. Ja, dat duurt waarom lang. Waarom is iedereen daar altijd zo lang over? Lang. Omdat ik in de laatste ronde zat, en toen... Dat is echt het leukste gedeelte. Nee, dat is echt de kutste van allemaal. Nee, ik heb echt hier gewoon liggen, alleen dan moet je er 20 combinaties af. Ja, jij bent raar. Dat is inderdaad waar. Ja, zeg eens. Nou, dat ik... Stephanie wel electrical in zag lopen en daarna Celine ook en nou is Stephanie dood. Ja, maar, dat zijn genoeg. Maar dat weet ik dus niet zeker. Daarna ben ik dus doorgelopen. Ik dus ben ook electrical uitgekomen. Met dat, dus... dat heb ik dus niet gezien. Ja, ja nadat je er gekild hebt. Ja, maar heb je iemand achtergelaten? Ja, heb ik nee, ik was met Steve. Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was mijn redelijk nuttige informatie. Nou, dan mag ik in de gaten. De rest weet ik niet. Dat is goed. Hey! Agressie. Het is anoniem stemmen, dus die impulsen kunnen wel leuk stemmen op iemand. Nou, hou me maar in de gaten. Ja. Moeten we nou elke keer naar een ander channel toe, of is dat vrije keus? Dat is vrije keus. Hoeft niet. Oh. Andere channel? Wat heb je gezien? What's the stitch? Nou, Sander, leg die maar even uit. Wat? Ja! Ik was garbage disposal aan het doen. En Sander die stond achter me te wachten. En het is mijn beeld, denk ik. En toen ging hij ineens helemaal achter me aanlopen. Ja, omdat... Oké, als je garbage disposal moet doen... Oké, waar moest je heen? In hoe heet het? In cafeteria. Dan loop ik normaal gesproken altijd langs weapons. Ik vind dit te lang duur. Heel overtuigend. Nee, dat komt omdat het standaard rondje is die ik doe, zeg maar. Oh, ik ja. Ga op het eerst cafeteria, dan kijken wat er in navigations en zo zit. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik van, oh, als Aaron het nu is, dus je kon ook zien dat ik op een gegeven moment iets wat afstand van je nam. En waarom zou de impostor dat doen? Mm-hmm. Dus ik liep al van je weg en toen dacht ik van, oh, het kan ook iemand zijn die voor me loopt, laat ik de andere kant op gaan lopen. Ja, jij kunt de impostor zijn, dus dan kan ik beter wat afstand nemen dat je niet me kunt killen. Heel sterke verdediging. Heb je anders dit nog gezien of wat? Ik heb echt geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Ik doe dat echt wel vaker hoor. Als, het is Sander. Als ik... achter mensen loop dat ik dan iets wat afstand hou, gewoon puur om dat de imposter te zijn, maar... Ga je gang. Ik vind het nog bijzonder dat er zoveel op Aaron zit. Op mij gestemd. Die is mooi, die is echt mooi. Wat een stelletje joden zijn jullie. Ik kan zeggen dat ik alles op mezelf heb. Ik haat jullie allemaal. Durf ik dit? Dat is een goede vraag. Waar? Liepen jullie twee daar overheen? Serieus? Waar? Ik heb echt niks gezien. In de gang naar Electrical! Nee, vanuit welke kant? Vanaf welke kant? Of gewoon voor de deur? Bij de ingang! Ik zag jullie twee er overheen lopen. Oh, ik zweer het, ik heb het niet gezien. Ik heb het echt niet gezien. Oh, ik heb echt niks gezien. Durf ik dit? Dat is een goede vraag. Maar Bushka, jij liep in de gang. Nee, ik stond bij security. Oké, dan was Aaron en Milan. Ja, ik ben bij de lights nu, maar ik zweer het, ik heb het niet gezien. Hij ligt er echt voor. Ja, maar je weet dat ze maar echt door een COVID kunnen zien, hè? Ja, het is wel zien, poker, hè? En ja, ik weet niet, Babushka, of jij het hebt gezien, maar ik heb de hele tijd bij je gestaan. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ja. En de deuren gingen dicht en ik werd voor een seconde echt heel bang. Ja, terwijl wij allebei gewoon elkaar niet vermoord hebben. Ja, maar die reportputten zie je dan toch wel? Ja, de reportputten. Nee, ik zweer het, ik heb het echt niet gezien. Ik ga terugkijken, maar ik zweer het, ik heb het echt niet gezien. Maar oké, jullie hebben het niet gezien. Durf ik dit? Dat is een goede vraag. Muntbal stond bij mij nog steeds. Nee, maar het is heel mooi, want je kan nu heel veel mensen uitsluiten. Wat? Hoezo? Want ik heb, want Celine heeft het lichaam dan naar beneden gezien, dat klopt dan. Ik heb Milan, Babushka en mezelf bij security gehad.
Mm-hmm. Blijven Muntbal en Sander over. Ja, Muntbal Sander was al uiterst suspicious. Nee, ik ben wel Sander vanaf bovenaf tegengekomen. Ja, ik stond in admin de upload te doen. Dat klopt. Dus heeft iemand Muntbal voor... onderin gezien ergens? Want ik zag hem wel in, uit Madbro. Hier, Muntbal. Nee. Skipper, doe iets. Oh, wow. Oh, gaan we voor Muntbal? Wow. Dat is een bijzondere. Nee. Ik was het niet. Ja, nee. Dat zou ik ook zeggen. Inderdaad. Nee, echt niet. Ik sta op Sander. Ik weet het niet dat jullie dit over het hoofd hebben gezien. Oh shit. Hebben Sander weer hoor. Oké, wie moet zijn taken nog doen? Ah shit, ik was iedereen aan het zoomen. Ja, iedereen stond bij de security. Echt waar? Ja, we stonden, ja. We stonden met z'n drieën bij security. Ik kon niks zien, ik dacht dat ik zo heel security zag, maar... Nope. Wie waren het? Ja, het waren Celine en Sander. Ja, hier, ik zei het. Alweer, hè? Ja. Alweer, zeker hetzelfde duo. Echt wel eens vaker dat als mensen... Hoe heet het? Als ik achter mensen loop, dat ik wat afstand hou... Je was zo suspicious in dat wandelloopje dingetje, ik geloof in het echt niet. Ah, oké, dat mag. Wacht joh, maar ook uit het niks dat ik eruit ben. Dus, Nou, waar zal die zijn, denk je? electrical of weapons. Electrical. Dus altijd de eerste is of electrical of weapons. Ja. Nou, electrical. Okay. Dus. Ik heb er niemand vandaan zien lopen deze keer. Loop. Ook shocker. Ik ben alleen maar rechts. Iedereen was bij de hier meldbaan. Sorry. Luc leeft nog. Ja, een beetje verkoven naar. Corona. Nee. Ja. Drankprobleem. Die kunnen beide. Iemand iets gezien? Ik heb bijna iedereen gezien bij de nucleaire meldbaan. Ik vond het alleen bijzonder dat... Celine, Milan en Steefje, die stonden allemaal bij weapons rechtsbovenin. Dat alarm gaat af en jullie bleven alle drie staan. Ja, dat komt omdat ik iets moest zeggen. En toen klikte ik dus mijn upload weg. Toen moest ik hem opnieuw doen, mijn download. Ik ben richting reactor gelopen, Aaron. Volgens mij samen met jou nog wel. Ja, oké. Jullie kwamen wel laat in reactie. Ja, ik ben gewoon niet gegaan. Ik denk dat er ook veel mensen. En Milan dacht dat de reactor was gefixt, was jij er ook nog. Wij waren op dezelfde hoogte, dus je bent wel vingers aan het wijzen, terwijl je hebt het zelf niet eens gefixt. Dat is waar. Waren jullie alsnog later als mij in reageren? Dat is mijn Ik was even snel als jij, Aaron, we waren op dezelfde hoogte. Helemaal niet, jullie zijn helemaal niet op mijnzelfde hoogte. Maar anyway, heb je dat eens gezien? Was iemand in de buurt van Electrical? Nee. Ben ik de enige die het altijd zo mooi vindt als Stevie en Aaron? En ja. Stevie is gewoon... annoying. Ja, wie zou dat allemaal doen? Zijn? Spannend. Pompie? Wat een dag, joh. Ik denk dat ik al 4 keer achter elkaar hem in 1 keer heb. Je vertrouw ik niet. Die vind ik lastig. Dat zou zomaar eens de impulser kunnen zijn. Oké, ik heb de body in de lower engine gevonden. Oké. En ik heb de reactor gedaan samen met Celine. En toen kwam Aaron er naartoe lopen en ik heb Sander
wel gezien, maar die stond stil in de gang. Die snapte ik niet helemaal. Ja, alleen wel nou, bovenin in de gang. Ik kwam van boven lopen en mm-hmm. toen was hij net gefixt, dus ja. Oké. Okay. Ik wou namelijk upper engine die align, zeg maar, dat je ja. dat streepje recht moet doen. Mm-hmm. Echt heel vaag uit. Maar dat was ik aan het doen. Of dat wilde ik gaan doen, bedoel ik. En toen reactor, dus toen dacht ik, nou, dan doe ik eerst reactor. Maar ja, die was toen al gefixt. Oké. Okay. Ik heb Sponge helemaal niet gezien. Waar was je? Nee, ik wou net zeggen, ik denk dat ja. Aaron is Sponge. Hey. Nee, hi. Ik was in admin en daar heeft als het goed is Sander mij gezien. En toen ging het, ik was die gaswipe doen, ging het alarm af, wou ik naar boven lopen en toen ging hij af. En toen heb ik daar de draadjes gedaan in de cafeteria en toen zag ik daar Sander voorbij lopen. Ja. Ik vind het lastig. Ik denk zelf dat Celine het is, maar... Omdat? Omdat ik, toen ik naar de reactor kwam, toen zag ik jou daar en jij moet van onder zijn gekomen, zeg maar. Maar ik, ja... Ik kwam uiteindelijk van onder, maar ik ben daarna eerst security ingegaan. En toen ging de alarm af. En toen ben ik naar... Ja, maar de bodycam daar dus al gelegen. Ja. Nee. Ja, of het is zelfreport. Of het is zelfreport. Ja, kan ook nog. Dat kan ook nog, ja. Maar dat is echt niet zo. Ja, dat kan ook. Oké, ik zeg Celine. Ik ook. Nee, ik ben het niet. Stem het er niet uit. Ik ben het niet. Oh, jongens. Oké. Als jij het niet bent, is het nou afgelopen. Succes. Ja. En waarschijnlijk wel, dus ik blijf wel gewoon aan. Ik zei... Oh, ik dacht wel dat Aaron en Saskia waren. Oh, wat? Oh, sorry, Saskia. Ik had jou gewoon niet gezien. Hoe vaak ben ik het vandaag? Want ja, je bent echt heel veel.